Ik zit op een zanggroep en dat vind ik heel fijn. Ja, jouw ja. Vies jongen heel fijn. Ja, ik voel me altijd heel gelukkig met zingen. Er zijn al wat dromen op het gebied van een boek schrijven of toneelspelen, wat ze er nooit die in het hebben. En u vindt zingen ook mooi? Ja, maar ik zing niet. Mijn stem wil ook niet. We kunnen wel praten. Jawel, dat is nou het mooie van zeg maar kunstzinnige activiteiten. Daar mag je jezelf helemaal in blootgeven zonder dat je daarop afgerekend wordt. Het was een heel bijzondere ochtend. Wat ik heel mooi vond om te zien is dat de mensen ontzettend met elkaar geanimeerd aan het praten waren en dat er zoveel naar boven kwam. Ik zat zelf aan een tafel met een groep mensen en in eerste instantie hadden ze het gevoel van ja, maar ik heb geen dromen, ik heb geen wensen. Maar naarmate het gesprek vorderde, kwam er toch echt wel van alles naar boven. Jouw binnenman, maar het idee van het etensieren cursus, hè? Ja, van man dus, ja. Hè? Ja. Ja. Ken je zelf wat etensieren al? Ik ken een hut aai sieren. Ik hoop dat er belangstelling voor is. Ja. En in lietse groepjes, net al te grut, net te massaal. Het maakt iemand dus een opmerking van, je hebt een mooie heldere stem, je kan me mooi voorlezen. Dus dat hebben we verder uitgesproken van hoe we dat zullen doen. Goeie duifje.